Hoe werkt de elektrische achterklep van de Opel Astra Sports Tourer? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem zoals deze of met uitleg over een Opel model. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je voor het eerst ons kanaal? Natuurlijk van harte welkom, maar vergeet ook niet om abonnee te worden, zodat je elke week als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, een elektrische achterklep is natuurlijk super makkelijk. Stel voor dat je met je handen vol op de auto af kan lopen en kun je heel mooi met een voetbeweging zo de achterklep open doen. En de spullen natuurlijk in de achterbank neerleggen. Nou, onder andere deze tip en ook andere voordelen hiervan ga ik je natuurlijk uitleg geven in deze video. En ook heb ik nog een hele handige tip die niet iedereen weet. Dus kijk mee naar deze uitleg over de elektrische achterklep van de Opel Astra Sports Tourer. Nou, en hier hebben we dus de Opel Astra staan, de Sports Tourer. Deze elektrische achterklep is natuurlijk op meerdere Opel modellen ook leverbaar. Maar in dit geval gaan we het uitleg geven over de elektrische achterklep van de Opel Astra Sports Tourer. Nou, deze kun je dus op verschillende manieren openen. En daarvan laat ik je nu zien hoe dat werkt. Als eerste kan dat door middel van via de sleutel. In dit geval zit een keyless entry. De knop hieronder druk je twee keer achter elkaar in. Als je deze twee keer indrukt, gaan de lampen dus knippelen. En ga de achterklep elektrisch open. En dicht kun je hem ook weer doen door middel van twee keer hierop te klikken. Nou, er komt het wel eens voor dat de sleutel bijvoorbeeld in de broekzak zit. En dat die per ongeluk ook twee keer ingedrukt wordt. En dat je bijvoorbeeld bij de auto komt en dat de achterklep elektrisch open staat. Je kan dit dus bij de Opel dealer, in dit geval ook bij ons, kun je hier een vertraging tussen zetten. Zodat het uiteraard niet vaker gebeurt. En dus dat je niet onverwachts bij de auto komt en dat de achterklep open staat. De volgende manier om de achterklep open te krijgen is door middel van de voetsensor die onder de bumper zit. Nou, daarvoor heb je uiteraard wel de sleutel nodig dat die bij je zit. En dan ga je met je voet onder de auto langs. Hij herkent ook de sleutel en de achterklep wordt elektrisch geopend. Nou, zo kun je heel makkelijk je spullen daar dan in kwijt. Om hem dicht te doen kun je dus ook door middel van de voetsensor doen. Maar wat nog handig is, is om de knop hier te gebruiken. En als je die indrukt, gaat de achterklep ook weer elektrisch dicht. Nou, wat ook een manier is eigenlijk op de normale manier. Hè, wanneer je bij de auto bij de achterklep komt, kun je dus hieronder de knop indrukken. En gaat de achterklep ook elektrisch open. Nou, en nog een manier om de achterklep te openen is dus via de knop die aan de binnenkant van de bestuurdersdeur zit. Die vind ik persoonlijk zelf het allermakkelijkste. Je kan die dus op verschillende standen doen. Je kan hem op max doen, brieven of op off. Maar waar je hem ook op hebt staan, behalve natuurlijk bij off, op deze knop, als je die indrukt, gaat de achterklep ook elektrisch open. Dus dat is natuurlijk super makkelijk wanneer je bijvoorbeeld, nou, ik stel voor als het wat slecht weer is en je wil snel wat uit je achterklep pakken. Kun je super makkelijk als je de auto uitzet op de knop drukken. Je loopt naar achter toe en de achterklep is dan geopend. Dicht gaat hij uiteraard weer via deze knop of gewoon via de voetsensor. Of uiteraard twee keer klikken op de afstemming van de sleutel. En de tip die ik je mee wil geven, eigenlijk is dat een instelling, is dat die ook een stand heeft van 3/4. Wanneer je bijvoorbeeld bij een parkeergarage bent of in een garage en het is niet al te hoog daar, dan kun je dus zeggen van ik zet hem op 3/4. En hoe stel je dit in? Laat ik nu zien. Nou, om dit in te stellen dan ga je uiteraard eerst de kofferklep open doen. Helemaal tot die maximaal geopend is. En daarna ga je met je hand de achterklep voorzichtig op de hoogte instellen die gewenst is. Dus stel voor dat we zeggen van nou, het is bijvoorbeeld zo hoog. Als ik dat gedaan heb, ga ik naar de knop toe om hem dicht te doen. En die hou ik ingedrukt. Net zolang tot ik een piepsignaal hoor. En dan is hij dus ingesteld op deze hoogte. Ik laat het nou zien. Ik druk één keer weer op de knop om hem dicht te doen. En wanneer ik nou de stand van de elektrische achterklep op 3/4 zet, dus niet op max, maar op 3/4. En ik zal nu de achterklep weer openen. In dit geval doe ik het even twee keer via de sleutel. Dan zie je dat die tot deze hoogte gaat, die ik heb ingesteld. Nou, dat is natuurlijk super makkelijk. En ook voorkom je natuurlijk daarmee schade, zodat je bijvoorbeeld niet tegen het dak gaat van een lage parkeergarage of een lage garage van jezelf.
Nou, mocht je dan gewoon weer uiteraard buiten zijn wanneer de ruimte genoeg is, kun je uiteraard de schakelaar die aan de binnenkant van de bestuursdeur zit gewoon weer op max zetten, zodat die gewoon weer helemaal maximaal open gaat. Nou, ik hoop dat ik hiermee een heldere en duidelijke uitleg heb gegeven over de elektrische achterklep van de Opel Astra Sports Tourer. Zoals ik al zei, is deze elektrische achterklep ook op andere Opel modellen ook leverbaar. Mocht je daar vragen over hebben of kom je helemaal uit, je kunt natuurlijk altijd hieronder je vraag stellen of mij natuurlijk bellen op 050 50 16842. Maar natuurlijk ben je ook van harte welkom in ons bedrijf aan de Saturban Noord 133 in Roden, waar we natuurlijk alle Opel modellen hebben staan. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet om abonnee te worden van ons YouTube kanaal, zodat je ook als eerste bericht krijgt als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video en dan zien we elkaar graag weer. Tot dan!